Het ED Glazen Huis. 6 dagen zonder eten en weinig slaap gaat de DJ's niet in de koude kleren zitten. Een goede begeleiding is dan ook belangrijk. Iedere dag hebben de DJ's een eigen huiswerkstok op beschikking. Monique Jongbloeds heeft 2 keer per dag een spreekuur om de gezondheid te controleren. En voor een praatje natuurlijk. Hoe ben jij de huisarts van het Glazen Huis geworden? Ik keek eigenlijk elk jaar al en ik wist dat er een huisarts bij betrokken was. Dus toen ik hoorde dat ze naar Eindhoven kwamen dit jaar, heb ik een mailtje gestuurd naar het Rode Kruis en naar 3FM. En gevraagd of ik zou kunnen helpen dit jaar. En ze waren meteen enthousiast? Ja, ze reageerden heel enthousiast. Ik mocht meteen mijn sollicitatiebrief opsturen en het cv. En daarna hebben ze me gebeld. En hoe kan je ze het beste ondersteunen, denk je? Ik denk gewoon eventjes luisteren hoe het met ze gaat. En daar waar ik kan ze helpen. En voor de rest is denk ik gewoon een stukje begeleiden. Gewoon luisteren hoe het met ze is, denk ik. Ja. En als je nou op een gegeven moment ziet dat het heel slecht gaat met een van de DJ's, wat doe je dan? Dan hebben we ook afgesproken met elkaar dat als het zo is, dat ze dat ook heel eerlijk aangeven. En dat we dan even een extra gesprek hebben. En dat we dan samen even kijken wat we het beste kunnen doen. En hopelijk in die zin dat ik ze dan kan begeleiden, dat ze toch verder kunnen gaan deze week. Ga je zelf nog een plaatje aanvragen? Ja, dat doe ik wel elk jaar, dus dat doe ik dit jaar ook. Ja, en meestal vraag ik het plaatje aan waar ze vooral heel veel energie van krijgen. Dus ik wacht nog eventjes af welk nummer dat wordt en dan vraag ik dat aan. Voor het laatste nieuws over het Glazen Huis, ga naar ed.nl/glazenhuis.